Met het ophijsen van een vlag en de landing van enkele parachutisten is op vrijdag 2 oktober het Groene Leefpark bij het Groenhorst College in Ede officieel geopend. De vier parachutisten vormden een ware show waarvoor op veel bezoekers was gehoopt. Ja, ik heb van de basisschool en de BSO gehoord dat ze niet kunnen wachten. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel kinderen dat er zijn. Het is een vrije vrijdagmiddag. Het is mooi weer, dus we hebben concurrentie. Het is ook leuk om op de hei te zijn nu. Maar ik hoop toch dat de buurt en iedereen die uitgenodigd is op zal komen dagen. En bezoekers waren er zeker. Onder andere leerlingen van de Koningin Beatrix School waren aanwezig bij de opening en de landing van de parachutisten. En de kinderen keken hun ogen daarbij uit. Ik vond het best wel gaaf om te zien, want dat zie je ook niet bijna elke dag zo. Ja, het was dus eigenlijk wel heel erg gaaf. En wat vond je nou het knapste van die hele landing? Na al die bochten en dat ze dan ook nog goed konden landen. Ik vond het leuk. Het zag ook heel spektakel en cool uit. En zou je dat zelf ook na kunnen doen, zo'n mooie landing? Nee. Ik zou het zelf niet kunnen. De bedoeling van deze tuin is om jongeren van basisschool tot hoger onderwijs meer te leren over de natuur. Daarvoor zijn er diverse onderdelen in het park ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin. De leerlingen van alle scholen zullen informatie krijgen onder de noemer groen onderwijs. Ja, groen onderwijs zoals ik dat vroeger gehad heb, was dan werd je boer of kweker. Tegenwoordig gaat het heel erg over een wandeling zoals je die hier kunt maken van molecuul tot ecosysteem. We hebben een laboratorium, we hebben een keuken, we hebben theorielokalen, een kas, maar ook een bos, ook een waterpartij. Dus eigenlijk als je hier om je heen kijkt, van de Hoge Veluwe tot de kassen van de Landbouwuniversiteit tot de levensmiddelenbedrijven in Nijkerk, zitten allemaal te springen op onze leerlingen. In de tuin zal ook veel geëxperimenteerd worden met de natuur. En dat kan samenwerking opleveren tussen bijvoorbeeld mensen van de Wageningse Universiteit en de makers van een nieuw gerecht. Denk aan de zogenaamde wietburger, die ook tijdens de opening is gepresenteerd. Het gerecht is wat anders dan de naam doet vermoeden. Nee, het is een grapje. We hebben in New York hebben we eigenlijk onderzoek gedaan naar wat voor producten met planten moet je nou eigenlijk maken om ook mensen die eigenlijk alles eten en om die te verleiden. En in New York wilden we op straat het product uitdelen. Het is helemaal een vegetarisch product, dus veganistisch eigenlijk. En wij dachten van, hoe verleid je nou een New Yorker? Hoe trek je die nou naar je toe? En hebben we een grapje gemaakt. En natuurlijk met de Nederlandse wietcultuur. En we seaweed hebben we de Dutch Wheat Burger van gemaakt. En sindsdien gebruiken we die naam eigenlijk altijd, omdat het heel goed werkt. Je hebt eigenlijk meteen een reden tot een gesprek. En dat is wat we willen. Een van de mensen die bij de opening van het Leefpark de vlag in top heeft gehesen is Robin. Hij is een leerling van het Groenhorst College en is actief betrokken geweest bij de aanleg van het Leefpark. En in dat park heeft hij inmiddels al veel geleerd over de natuur. Dat er heel veel werk en onderhoud aan is. Ja, met grasmaaien en met planten. Vandaar. Ja, dat is eigenlijk dat. Wat zou het mooiste dat zo'n park voortbrengt? Dat het later uitgroeit tot iets heel moois. En het blijft heel lang mee. Dus ja, en er komt nog een vijver. Dus ja, dat wordt heel leuk. En daarmee is het Leefpark wel geopend, maar nog lang niet af. De natuur leeft voort.